Waar zijn we? Nou ja, het is wel duidelijk waar we zijn, maar welk kamp precies? Het is gebaseerd op Auschwitz-Birkenau. Dus het is niet het exacte kamp, maar wel gebaseerd op... Ja, Auschwitz was een kamp en Birkenau was er vlakbij. En elementen uit die kampen zie je terug. Hebben jullie tot een model gemaakt? Ja. Madura Dam? Ja. Maar, Het is niet zo vrolijk als Madura Dam. Nee, het is wel dezelfde schaal als Madura Dam. Echt waar? Ja. Heb je dat als maat genomen? Nee, maar dat kwam ik kleinerhand achter. Oké. Dat we merkten met de Grote Oorlog al... is dat we met die films en die maquettes en die poppetjes... dat we echt duizenden mensen kunnen laten zien. En dat is vrij uniek in het theater. Dat je en het live kan doen. En je kan dus echt grote massas mensen. En dat, dat konden we in deze voorstelling... daar gaat het om. Dat we een moordmachine wilden laten zien... waarin duizenden mensen vermoord werden. Als je echte filmbeelden ziet, dat is van een gebeurtenis van 60 jaar geleden. En dat is, hoe gruwelijk het ook is, maar dat is toen, dat was 60 jaar geleden. Als wij het hier aan het doen zijn, dan zijn we hier ter plekke met poppetjes in de weer. En mensen zijn erbij. Dus dat gebeurt in deze ruimte voor je neus. En het raar, als je dan filmt, als je in die voorstelling zit en het ontrolt zich en met het geluid erbij, dan gaan mensen geloven in die beelden erachter. Eigenlijk hebben we die machine proberen te verbeelden. En ook de guilt en de onmenselijkheid en de eenzaamheid van al die mensen die daar moeten zijn geweest. Verlatenheid, ja. En die mensen, de poppetjes, hebben ook allemaal een soort gestold in hun verschrikking. Er was een vrouw en die woont in Amsterdam en die hadden we geïnterviewd van tevoren. En ook vragen gesteld van hoe was het en wat had je aan en dat soort dingen. En die had de voorstelling gezien en zij was al 8 keer teruggegaan. En ze had, naar het kamp zelf. Toen zei ze, dit is veel erger dan naar Auschwitz gaan. De voorstelling gezien. Maar dat was als compliment bedoeld. Van, zo was het echt, zo was het. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ze zei, zij is ook 3 keer teruggekomen en dan nam ze steeds familieleden mee. Want ze kon het laten zien. Het heeft echt een optimaal effect, moet ik je zeggen. Ik vind het huiveringwekkend. Hier zie ik opeens een detail. Ja, een menorah ligt ertussen. Zeg, maar wat is nou de boodschap van de voorstelling? Wat we hopen te laten zien is dat, zeg maar, de efficiëntie, wat ik zeg, en de machine die het was. Mm-hmm. Dit is een kamp, echt was 20 keer zo groot als dit. Mm-hmm. En de schaal ervan. Dat het zo neutraal was, zo'n fabriek en mensen daarheen. En als je zo ziet, een goed functionerende stad eigenlijk. En dat, we hopen dat dat een beetje... Zo onmenselijk. Ja, en misschien ook alweer weer heel... Nou, het raar is, je zou zeggen, het is zo onvoorstelbaar dat het gebeurd is. En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel. Mm-hmm. Maar niks wat je niet zelf meegemaakt hebt, is echt goed voorstelbaar. Maar toen we dit aan het maken waren... merk je toch dat je denkt van sommige dingen zijn zo menselijk juist, zo wel voorstelbaar. Want wij werkten ons atelier was in Rotterdam naast de Tippelzone. En daar lopen dan die heroïnehoers rond en andere en junks en dealers en zo. En dan kwam je atelier uit en dan komt er zo iemand zo langs en die stinkt een beetje. En ik denk, uit de buurt blijven. En ik denk, maar zo moet het toch voor die SS'ers ook geweest zijn. Want die liepen daar een keurige Hugo Boss pakken. Mm-hmm. En die gevangenen, die stonken allemaal, die zaten onder de luizen, die waren ziek, daar was wel voor gezorgd. Mm-hmm. En het is dat heel makkelijk om dan te denken van, dat zijn niet wezens zoals wij. En gaandeweg, dan denk je van, het is niet zo'n rare, onvoorstelbaar sprookje, of dat dit eenmalig is of zo. Het is eigenlijk, ik wou zeggen, je kan ook wachten dat zoiets gewend gebeurt. Dat doe je vaker, Rwanda is het ook gebeurd. Mm-hmm. In die zin is het heel menselijk misschien wel. Soms gaat het mis en dan kan het ook heel gruwelijk misgaan. En als je de industriële middelen ervoor hebt, dan gebeurt het op zo'n schaal. Het is een Europese oplossing.